Op de World Summit AI en Accenture is hier de grootsponsor. Mark, jij gaat het zo meteen openen. Waarom is Accenture een van de grootste sponsors van de World Summit AI? De grootste sponsor. En we doen dit omdat we gewoon de hele wereld willen laten weten wat voor gave dingen we doen op het gebied van AI. Hier zijn allemaal mensen bij elkaar op het gebied van onderzoek, onderwijs, start-ups, scale-ups, corporates. Iedereen die dat doet in de wereld van AI is hier. Dus dit is onze kans om te laten zien welke gave dingen we ook kunnen doen, maar ook om met iedereen hier te connecten om te zorgen dat we onszelf weer versterken. Dus dit is echt een unieke kans. DJ Sleep die heeft ons net al een beetje wakker gemaakt. Ja. Jij gaat zo meteen openen ook. Waar ga je het over hebben? Nou, waar ik het met name over wil hebben is, we hebben een unieke kans. We hebben een unieke kans met AI om bedrijfsprocessen, organisaties opnieuw uit te vinden. En wat heel belangrijk is om opnieuw na te denken over de relatie tussen mensen en machine. En daar heeft Accenture allerlei publicaties over gedaan en onder andere dit soort dingen gaan we doen. Oké, super. Hey, succes zometeen. Dankjewel. So let us choose to embrace AI and to love one another. Good morning, or Guten Morgen, as we say in Dutch. This technology is determining the way we see the world around us. Accenture believes very strongly that we here as a community can actually reimagine business processes with the use of AI. We can rethink the relation between human and machines, and this is not easy, trust me. It's groundwork, hard work. Less than 10% of large corporations are doing this now at the core of their business, but how to get there? So our approach has five elements. First of all, we need to develop a mindset. A mindset AI empower humans, but also vice versa. We need to experiment wherever we can, learn as fast as we can, but not to lose progress that we're making. It's about leadership, it's about responsible AI, it's about the data. We need to fuel the AI to help us, to augment us, so we need to build a data supply chain. It's about skills, skills of the future. Skills are the cross-section between human and machine science that will help us to reimagine the world around us with the use of AI. The AI revolution is not coming. We're right in the middle. Thank you very much. We staan hier bij de Accenture booth. Volgens mij laat hier super tof demo zien. Wat laten jullie hier onze sowieso klant zien en iedereen die er langs komt om een kijkje te nemen bij wat Accenture voor is van AI? We hebben hier op de boot een heel mooi voorbeeld van extended reality staan. Nu, wat is de rol tussen extended reality en applied intelligence? Hier zit ook een stuk image recognition. Dus wat we hier doen is, we laten ons verhaal tot leven komen. Ons verhaal met de technology vision. En we doen dat niet door gebruik te maken van slides of zo dan ook. Nee, we laten eigenlijk de hele ruimte meespelen in het verhaal. Dus met andere woorden, we geven een demo, onze oplossing herkent de omgeving en alle voorbeelden die we geven, die komen eigenlijk uit onze omgeving naar boven, zodanig dat die volledig effectief wordt gemaakt. Het stukje applied intelligence is dus omgevingsbewustheid en herkenning van de omgeving. Dat is het stukje. Oké, dat klinkt hartstikke gaaf. Kun je het ook laten zien? Natuurlijk, ja. Je ziet hier is niks te zien. Als je even naar daar kijkt, dan zie je dat met een iPhone werkt. Ja. De iPhone die mengt eigenlijk de werkelijke wereld met de nieuwe wereld. En hier zie je het resultaat. Dus je ziet hier een kennis verschijnen die eigenlijk in de virtuele wereld tevoorschijn komt. En op die manier kan ik erin ageren met dingen die er eigenlijk helemaal niet zijn. En dat kun je met al van alles doen? Dat kan je inderdaad met van alles doen. Het is een nieuwe manier van presenteren zonder slides te gebruiken en echt deel uit te maken van het verhaal. En het verhaal tot leven te laten. Zo
But what do I need to understand about responsible with AI? What is it? Yeah, responsible AI is a practice of developing ethically sound artificial intelligence for and with our clients. And the goal of that is to enable trust with customers and with business partners. So if I build an artificial intelligence, I need to make sure that the people who are being impacted by it are not being harmed, or that if something bad happens, we're able to do something about it. Yeah, and what is the role of Accenture within a responsible AI? So Accenture plays multiple roles. Number one, as a vendor agnostic tech consulting company, we actually provide very objective advice on what platforms are the best to use, also in terms of the responsible AI usage of these products. And second, as an end-to-end consulting house, we're not just providing tech solutions, we're providing strategic guidance, we're talking about the future of work, we're talking about governance, and other things as well. Nou, ik ben vandaag dus op de rotsen met AI. Ik sta naast de Accenture Group en ik heb een afspraak met onder andere Sebastiaan Velman, die mij meer gaat vertellen over de Artificial Mirror, als ik het goed zeg. Dus ik ga hem heel even opzoeken. Hij staat hier al naast mij en hij staat enorm te lachen. En nou kijkt hij boos. Wat was je daar aan het doen? We hebben hier ons experiment genaamd Artificial Mirror. Ja. Artificial Mirror. Wat het doet is eigenlijk, het gebruikt facial analysis. Dus het leest mijn emoties uit. En die klassificeert op basis van de plaatjes die je ziet. Een emotionele reactie op de plaatjes die ik zie. En dan vervolgens train ik een algoritme op de emoties die ik gedeeld heb. Okay. Het is een experiment, een sociaal experiment wat we vanuit het lab bij Mobgen en Accenture Interactive gestart zijn. En een van de mensen die daar meedraait is Pak Hart. We'll have to switch to English. Yeah, sorry, my Dutch is not so good. No, no problem. We can do it in English. Yeah. So we're using neural networks for two things. First is to classify whether someone's face is positive or negative. And that data is fed into the image classifier, which takes the image and the label of positive or negative into the neural network. And then I think we'll show you the other side where you can test this network and see how the entire conference responds to certain images. Okay, so we also have to go to the other side then. Yeah, that's good. Ah. Okay, so what are we seeing here? So this is the, let's say, the algorithm that we're building up. So the overall facial expression of all the emotions that have been shared by Dave. So depending on the people, on how they respond to the imagery that we show to them, create a happy face or a sad face in real time, so it's being processed on the go. Cool. And then here, we can basically trigger up associated imagery. So basically we can search for a specific image, like kite. And then based on, I think, the elements of the image, right? We can read out here how people have responded to similar images in this category. What people really like, if you look at the whole stand, is an offset between both industrial demos and experimental demos that tackle a social topic or social problem. So, I think that really helps to have interesting conversations with people because and different mindsets, different perspectives to it, and this really helps. Okay, really cool. Thank you guys. Thank you. Nou, dat was hem dan. 2 dagen World Summit AI. Met zo'n 50 man van Accenture hebben we zoiets gaafs hier neer kunnen zetten. We hadden een geweldige booth. Iedereen was enorm enthousiast, gemotiveerd. We hebben geweldige demo's laten zien. En ik denk als er één ding is dat ik geleerd heb, dan is het wel dat AI in elk deel van ons leven wordt toegepast. En dat het de aankomende 5 jaar alleen maar meer gaat worden. En ons leven dus ook een stuk gemakkelijker gaat worden. Hopelijk tot volgend jaar. Doeg!